Hey jongens, mijn naam is Sarah, dit is de Kleine Groene Planeet. En vandaag gaan we een gorilla paludarium maken. En voor de mensen die niet weten wat gorilla betekent, een soort van... Zal ik de definitie gewoon even googlen? Voordat ik allemaal onzin aan jullie ga verkopen. Gorilla. Goed vertaald. Het betekent oorlogje. We gaan een oorlogje paludarium maken. Maar wat er in dit geval mee bedoeld wordt, is dat het een soort van clandestien, low-key. Het is niet illegaal. Het is absoluut niet illegaal. Want wat je ervoor nodig hebt, het idee voor mij, voor nu, is omdat er een heleboel winkels dicht zijn en het niet de bedoeling is dat je allemaal naar buiten gaat, een paludarium maken met dingen waarvoor je niet naar de winkel hoeft. Dus ik heb hier een wekpot. De rest van de onderdelen, die heb ik hier liggen. Die zullen we er even aan installeren. Ik heb potgrond die ik nog had, die uit een oude bloempot komt. Ik heb water uit de kraan. En ik heb plantjes tussen stoeptegels vandaan gehaald. Wat ik wel wil zeggen hierbij is, ga alsjeblieft geen planten uit mensen hun voortuinperkjes halen. Of uit door de gemeente of wie dan ook aangelegde parkjes. Er is zoveel te vinden tussen stoeprandjes, stoeptegels en mos wat op een gebouw groeit. Dus haal het er tussenuit zonder dat iemand er last van heeft. Of zonder dat je iemands plantjes steelt. Dus laten we naar de beelden gaan dat ik plantjes aan het zoeken ben. We hebben een potje. Het potje is nog nat. Het zijn hele kleine klavertjes. Hoor je dit? Die zat te goed vast. Deze zit echt te stevig tussen de stoeptegels gewoond. We hadden een mes mee moeten nemen. Dan nog steeds werkt het niet. Hier zit wel een wortel aan. Ik weet niet of dit werkt. Laten we wat extra hier tussenuit sjoemelen. Hier zit wel misschien een beetje wortel. Misschien gebruik je je sleutel op. De sleutel. Het is moeilijk je sleutel pakken. Nu gaat het er wel uitzien. Ik heb echt iets crimineels aan het doen. Dit is wat we hebben. We zullen zien of het zien wordt. Gaan we verder met de massages. Spannend is dat je niks weet wat voor dit zaad. Volgens mij heeft het echt al dagen niet geregend. Ik had er bijna een schep mee moeten nemen. Deze. Ja, die vind ik ook leuk. Het is echt bizar. Hier groeit hij gewoon in het asfalt. Ja, hoe dan?
goed bosje. Ik heb een spijker gevonden, maar die spijker is een beetje kort voor dit project. Dus getoerd hebt. Ik heb ze in potjes gedaan en daarna een beetje water in gespoten. Je kunt het ook van tevoren doen zodat ze niet uitdrogen op je excursie, afhankelijk van het weer natuurlijk. Maar we zullen eens even kijken wat ik allemaal voor plantjes heb. Ik heb hier twee soorten mos. Die groeien door elkaar heen. Het is een pluizige mos en een soort van sprietjesmos. Sprietjesmos is een goede vakterm, Sarah. Love it. Daar heb ik nog een plufje van. Ik weet absoluut van mossen niet hoe ze heten. Dat soort vakterminologie heb ik niet. Is dit een andere soort mos? Volgens mij wel. Ja, wacht. Even een stukje van dichtbij. Het is moeilijk dit. Dit zijn een soort meer sterrenvormigjes dan die andere. Wow. Dan heb ik, deze komt uit onze achtertuin, maar groeide tussen, groeide uit de muur zeg maar. Volgens mij is dit een rabbit's foot fern. En ik weet niet of dit wat wordt. Dit zijn een soort mini klavertjes, maar ik weet niet hoeveel wortel ik te pakken heb, want die zat, zoals je in de video kon zien, erg stevig tussen de stoeptegels. En dan heb ik hier nog wat stukjes van de mos. En dan in het andere potje. Hebben we. Iets met bloemetjes. Het ruikt altijd zo lekker. Natte plant. Misschien is dat mijn rare afwijking. Hè? Heeft dit nou beestjes? Deze heeft beestjes. Deze mag niet meedoen. Hij was zo schattig. Misschien spoel ik hem zo nog wel even af. Oh, dit potje is net iets te diep. Ik heb nog een soort mos met een soort van sprietjes eruit. Oh, nu ben ik allemaal vies en nat op dingen aan het drukken. En nog iets uit een stoeptegel. Ik zal even laten zien waar de beestjes op zaten. Dan zal ik proberen die er af te spoelen in de keuken. Dan is het tijd om de pot te assemblen. Ik heb deze goed afgewassen. Omdat dat natuurlijk moeilijk wordt. Nadat die gevuld is. Dus zorg dat hij van binnen en van buiten mooi schoon is. Want het is zonde als je een mooi paludarium hebt gebouwd. En dan de binnenkant van de pot vies blijkt te zijn. Deze doen we er straks aan. Zo. Dan is het tijd om de potgrond.
Er hoeft helemaal niet zo'n dikke laag potgrond in. Je zou ook nog, ik kon geen pisbed vinden, maar een pisbed in de tuin kunnen vangen. Buiten of in het park of waar dan ook. Die eet dood plantmateriaal op. En maakt dan een gezonde voedingsbodem voor je plantjes. Dan, ik heb hier een glas water met een injectiespuit. Daarmee kun je dan de grond een beetje nat maken. Als je een verse potgrond hebt, die is natuurlijk wat vochtiger dan wat ik hier nu heb. En zo. En dan kunnen we dingen gaan planten. Ik ben een beetje bang dat deze twee echt heel groot worden. Maar we gaan het gewoon proberen. Laten we met de mosjes beginnen. En zo, en wat mosjes. Dan hebben we hier het kleine stekelige plantje. Het was grappig, die mos was helemaal kurkdroog toen ik hem plukte. Terwijl, die heeft dus een nachtje in een vat met water staan. Ik ga jullie even inzoomen. In zijn potje gestaan met wat water erin. En die is nu al veel blijer dan wat hij gisteren was. En je kunt het al, natuurlijk altijd als je iets plant en het de klauwen uit escaleert, er wat uithalen. Of er wat bij doen als hij toch wat leeg is. Als je een lange pincet hebt. Ik gebruik heel veel mensen als ze een padden daarin bouwen. Dan is dat handig. Maar anders vinden de wortels dus denk ik ook wel hun weg. En zo. Dan, deze waren vind ik eigenlijk het leukst. Want er zit ook eentje in de andere. Echt een mooie. En dan deze grote units. Is dit te groot? Ik denk dat dit binnen no time echt een flinke unit is. Ik hou even de dode takjes eraf. Als er een lelijk blaadje aan zit, kun je die er ook afhalen. En dan heb ik hier een plantenspuit om hem een beetje te bemisten. Ik denk dat hij wel vochtig genoeg is. En dan kun je hem dicht doen. Als het goed is, beslaat hij volgens mij iedere ochtend
als hij constant beslagen blijft, dan moet je hem een keer eventjes open doen dat er wat vocht uit kan. Als hij te droog lijkt, kun je er natuurlijk altijd wat water in spuiten. Maar als het goed is, als hij de goede vochtigheid heeft, dan kan hij zichzelf onderhouden met het vocht wat in hem zit. Dus dit is hoe hij geworden is. Ik zal nog even een close-up doen als de mist een beetje neergeslagen is. En dan zal ik jullie een keertje updaten hoe die er na een tijd uitziet. Ik zal even laten zien die ik van de week heb gemaakt. Dit is die ik van de week heb gemaakt. Hier zitten gewoon twee grote chunks mos in en een klein varentje. Deze is een beetje beslagen aan één kant. Maar we zullen zien hoe het groeit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo is, deel hem dan met iemand. Laat me weten of je dit met je kinderen of gewoon met jezelf hebt gedaan. En wat jij erin hebt gestopt. Deel je foto via Instagram en tag mij in de foto. Lijkt me super leuk. En dan hoop ik dat jullie je abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!